John McEnroe en Björn Borg. Ze stonden beide alleen op de AFAS Tennis Classics. Dit jaar moet het tennispubliek het met minder aansprekende namen doen. Want Greg Ruzetski, Alex Koretja en André Medvedev waren stuk voor stuk toppers, maar geen supersterren. Welke naam springt er wat jou betreft nou echt uit? Ja, ik vind eigenlijk de nieuwelingen springen eruit. Ruzetski, Koretja en Medvedev. Alle drie jongens die in mijn tijd ook allemaal heel lang gespeeld hebben. Allemaal waanzinnig sociaal waren. Hele goede spelers waren. En die voor het eerst op de senior tour gaan spelen. Ook Richard Krajicek, Henri Leconte en Yevgeny Kafelnikov doen in oktober mee aan de Tennis Classics. De Zweed Stefan Edberg stond op het verlanglijstje van de organisatie, maar dat ging niet door. Die speelt een flink aantal 1- en 2-daagse exhibities in die periode. En heeft gewoon eigenlijk gewoon simpelweg van zijn vrouw, daar kan ik wel heel kort in bonden, niet de toestemming gekregen om 4 dagen van huis te gaan. 5. Organisatoren Haarhuis en Elting slaan zelf ook weer een balletje tijdens de Tennis Classics. En het fanatisme van vroeger zit er nog altijd in. Je wilt heel graag winnen. Het is wel zo dat ik als toernooidirecteur wel heel veel dingen aan het doen ben in die 4 dagen. Waar de andere spelers na een wedstrijd lekker gaan relaxen. En ben ik meteen weer ergens bezig. Dus aan de ene kant heel begrijpelijk. Aan de andere kant is je doelstelling niet minder dan toernooi te winnen. De AFAS Tennis Classics worden gehouden in het eerste weekend van oktober in het Indoor Sportcentrum in Eindhoven.